Hè? Tegenwoordig weet ik niet meer wie wat doet hier voor ondeugends in huis. Ja, dat ging al een klein beetje. Ja, 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 ja. Totdat wij onze kleding. Oh ja, auw joh. Ah. En dit wilde ik jullie in de vorige week vlog ook al laten zien. Hallo, hallo. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog van mij. Gezellig. En het is vandaag zaterdag. Dat is anders dan anders. Normaal begin ik natuurlijk altijd op de maandag met de weekvlog. Maar omdat ik vakantie heb, als jullie dit zien, moest ik dingen eerder opnemen. Vandaag in ieder geval is het zaterdag. En Zoe ligt hier lekker in de box. Mike is met Jorik mee. Hè? En we zijn in de fase dat mama niet meer weg mag lopen. En wij gaan zo meteen even samen de hond uitlaten. Oh, wat heb je weer een beeldig unicorn pakje aan de schat, hè? Ik moet binnenkort herfstkleren voor jullie gaan bestellen. En jij hebt de boel ook weer lekker omgegooid, zie ik. Tafel, kussen eraf gesloopt, dat ben je toch erg, hè? Zo, je vindt dat helemaal echt magisch als Noah blaft. Ga zitten. Woef! Wat is het nou? Zo grappig dit. Leuk, hè? Ik probeer een beetje aan het blaffen ook een soort van positief iets mee te geven aan de kinderen, dat ze er niet bang voor hoeven te zijn of zo. En ik mocht vanmorgen blijven liggen en Jor heeft op Mike gepast. En zoals je ziet is het wel weer te zien dat de peuter er weer een klein inimiere versie van gemerkt heeft. Dus ik ga het nu even opruimen. Maar eerst nog even mijn Brinta achterover werken. Klaar voor nootje? Ja! Oké. Okay. We zijn een beetje vergeten het zonneschermt dicht te doen, althans we, ik. Valt me trouwens op dat mijn contouring bronzing nog wel oranje lijnt, maar is het echt toch echt wel wat subtieler, maar deze camera pakt altijd heel erg contrasten en zo op. En nee, dat is echt geen smoes. Het ziet er echt mooi uit, dit echt, geloof me. Even mijn koude latte macchiato opdrinken, hè, mondelijk. En ik ga even Mike's logeertas inpakken, want het is wel grappig, want ik vlog eigenlijk nooit dit weekend. Want normaal vlogt Willemijn dan. Maar eens in de twee weken gaat Mike altijd logeren bij zijn oma een nachtje, van zaterdag op zondag. En dat is echt een heel groot cadeau, kan ik je vertellen. Dat is zo relaxed. Ik ga even zijn logeertas inpakken. Tijd voor lunch. Ik had gisteren zo'n snackbowl gemaakt met hummus van Maza, was echt super lekker. Dit is de paprika oregano versie. En falafelballetjes en wat komkommer erbij. Zeer nice. En ik ga even een e-boekje lezen. Dagboek van een verloskundige. Echt, je lacht hierop. Nog even, het is gedaan met de rust, hè? Dan ga je echt kreuzen misschien. Ja! Ik vergeet gewoon helemaal te vloggen, omdat het ook mijn vlogweek niet is. Excuus daarvoor. Ik ben zoete aardappels aan het maken voor Zoe, zoete aardappelstampot. En deze ondeugd heeft ook lekker dit heel erg smerig gemaakt. Die kan ook wel even in de was. En ze heeft een flesje aan het drinken. En meid, volgens mij is die bijna op. En ik kwam er ook achter dat ik nog wat moet werken vanavond. En morgen ook nog. Ja, dus ik ga nu denk ik nou even uitlaten weer met Zoe. En dan wacht ik tot Jor terug is. Krijgt ze eten, gaat ze in bad en gaat ze naar bed. En dan kunnen wij misschien wel lekker even een filmpje kijken in een schoon opgeruimd huis. Even lekkere draagzak om en wandelen. Er zit nu al in je ogen te wrijven. We moeten nog in bad. We moeten nog in bad. Mm. Oh ja, auw joh. Ah. Da. 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 Lekkere meid. Ik geef er even zelf de fles zeg, op zijn hoop kleren. Ik kan ze lekker zelf even drinken. Moet je dat voetje ook zien terwijl ze drinkt, schattig. En ja, dit is natuurlijk Mike zijn aandeel. Hartstikke leuk hoor, kinderen met stiften aan tafel. Oh, even lekker op me-time. Zo, jullie liggen lekker net op bed. Wat een rust, zeg. En ik kreeg gisteren nog een leuk pakketje van Clay & Glow. Komt mooi uit, aangezien ik nu even me-time heb. Lief Martina, bij deze sturen wij onze scrub toe. Het nieuwste product van Clay & Glow. Je bent een van de eerste, dus we zijn heel benieuwd naar je mening. Leuk. Oké, aha. Ik ben een van de eerste. Oké, eens even zien. Het ziet er altijd zo mooi uit, vind ik. Moet je kijken. Die verpakking, ik vind dat zo tof gedaan bij Clay & Glow. Gewoon echt, ja, echt mooi. Jojoba Beats plus Melon. Exfoliating Face Scrub. Ja, een scrub dus. Nou, ideaal, want ik ben ook nog steeds mega fan van dat masker. En zeker nu ze hem ook vernieuwd hebben. Vind ik echt zo leuk aan een bedrijf als ze ook echt feedback te harte nemen en daar dan echt wat mee doen. Want hun masker is echt ook behoorlijk verbeterd. En ik vond hem eigenlijk al prima, maar hij smeert gewoon nu nog lekkerder. Dus ik hou echt van dat soort bedrijven. Heerlijk, echt. I love Clean Glow. Cruelty free en vegan. Nou, vind ik ook altijd echt super als een merk daarvoor gaat. En 97% natuurlijk helemaal. Oké, eens even zien hoe dit eruit ziet. Oh, hoe gaaf. Die gaan we mooi eens even proberen. Ja, echt de look en feel van deze producten. Echt zo mooi. Nou, daar gaan we. Eerst even het gezicht nat maken. Qua substantie ziet het er zo uit. Een beetje een wat dikkere gel. Het zijn ook echt minimale scrubdeeltjes. En helemaal niet hard of zo. Als een hele zachte. Oh, ruikt wel heel lekker, hè?
drukte een dag naar meloen. Maar dan wel heel, heel zacht. Dus niet echt heel overheersend chemisch meloen. Maar gewoon echt heel, heel natuurlijk of zo. Oh, dat ruikt echt heel top. Oh, ik vind het fijn dat die kleine scrubdeeltjes ook gewoon heel zacht zijn. Niet zo... Soms heb je met scrub dat het echt zo voelt of je echt met een soort van kristalsuiker over je gezicht aan het gaan bent. En dat is bij deze dus echt niet zo. Nou, de eerste indruk is goed wat mij betreft. Hij voelt gewoon lekker zacht aan. Zachte scrubdeeltjes. De gel heeft een mooie fijne substantie, als in hij glijdt niet helemaal van je gezicht af of zo. Dat is ook altijd fijn dat je niet zeg maar helemaal hier met je nek onder de scrub zit. Dus tot nu toe denk ik nou. Dus even voelen hoe me uitvoelt als ik hem afgespoeld heb. Maar voor degenen die net als ik het masker ook wel eens geprobeerd hebben. Die weten wat ik bedoel met wauw, wat is je huid ontzettend zacht na gebruik. En dat is nu weer zo. Echt wauw, waanzinnig. Ik blijf echt onder de indruk van hoe lekker zacht en schoon je huid aanvoelt. Maar ook niet trekkerig of zo. Ik vind hun hele lijn, ik vind het zo tof dat ze ook steeds meer uitbreiden. En ik voel me vereerd dat ik gewoon als een van de eerste de scrub uit mocht proberen. En mijn ervaring is echt positief. Ik vind het een hele mooie toevoeging aan... wat Clay & Glow al in het assortiment heeft zitten. En ook leuk trouwens, ze zijn nu te koop bij 148 Easy Pre XL winkels. Maar daarover later meer. En namens de Glow Gang mag ik jullie ook nog een mooie kortingscode aanbieden. Will10 15 voor 15% korting. En dit wilde ik jullie in de vorige week vlog ook al laten zien, maar dat werd ik ook alweer vergeten. Ik heb toen mijn servieskast natuurlijk opgeruimd. Toen kwam ik er ook achter dat ik heel veel dingen... Deze was bijvoorbeeld gebroken, eentje... En een aantal andere dingen had ik er bijvoorbeeld nog maar 2 van. Dus vandaar dat ik echt een hele kleine nieuwe inkoop heb gedaan. Maar ik heb dus nu gewoon de 3 kleuren van het Leonardo Service. Ik vind het echt helemaal leuk. Hier staan mijn HK Living kopjes. Ik heb totaal 9 koffiekopjes. Dat stapelde namelijk wel heel lekker. En ik heb dus ook... omdat ik de ontbijtbordjes had ik eigenlijk maar 2 van eigenlijk. Dus ik dacht, nou ja, dat vind ik eigenlijk veel weinig. Daar heb ik ook nog nieuwe van bij gekocht. En ik vond die bruine kleur toen al heel leuk. Dat heb ik niet gekocht. Maar ik heb hier dus ook nu nog even 2 extra schalen gekocht. Van deze kleur. En van deze kleur. Want die had ik al in het blauw 2. En dat was ook wel een beetje weinig, vond ik. Dus nu heb ik een ontbijtbordje erbij. En ook een groen ontbijtbordje in die kleur. En die blauwe die had ik al. Maar die zie je hier. Deze had ik al. Dus ik heb nu het hele servies eigenlijk compleet. Love it. Ik vond het toen namelijk zulke mooie kleuren van Leonardo. Toen heb ik eerst alleen maar blauw en groen gedaan. Maar omdat ik nu toch gewoon, zag wat ik eigenlijk echt miste. Dacht ik, ah kijk, dit kan er allemaal best bij. En ik ben echt wel blij met hoe ik het opgeruimd heb. Nu het is echt zo overzichtelijk. En het is weer tijd voor lunch. Weer een snackbowl met falafel, balletjes, komkommer en cherry tomaten. En de paprika oregano hummus van Maza. Nou ja, ik zei het toch, hebben zelf enorm geïnfluenced. Zoe moet nu eigenlijk nog even 1 keer slapen. Het is 4:15, dacht ik tot max 4:45 wil ik haar laten slapen dan. Hoop dat ze dat gaat doen, want ze is echt enorm aan het pretletteren. Volgens mij zit ze in een sprongetje, zoals je hoort. Vraag me af of die dame gaat slapen. Maar inmiddels is ze bijna wel weer 2,5-3 uur wakker, dus je zou zeggen. En ik hoop het maar, want straks komt Mike weer terug en dan heb ik tenminste nog even een kwartiertje om. Om even met een boek en een kopje thee. En wat misschien Maltesers op de bank te zitten. Ik hou zo van de zondag, ik geen make-up op. Lekker je huid verzorgen, echt, kan ik echt enorm van genieten. Het is weer maandag. Oh, even waarom moet ik even de auto opruimen, van de troep. Kom oh man, ik zie er echt fantastisch uit, verschrikkelijk zeg. Anyway, ik ga even ingrediënten halen voor de keuken in. En dan snel nog verder aan 2 andere dingen. En dan ga ik vanmiddag naar Willemijn. En gaan we onder andere beginnen aan deze toffe ijstaart. Wel zin in. En ik moet opschieten, want het is alweer laat. De ingrediënten voor die ijstaart zijn echt ernstig trouwens. Als je boodschappen gaat doen, heb je ook bijna echt zoiets van... dit is allemaal voor ons. Echt 2 keer een dikke bak chocoladeijs. Ze hadden niet echt puur chocoladeijs, zeg maar gewoon alleen chocolade. Alleen deze triple chocolate, nou ja, prima. En nog lekkere van die chocolate chip cookies. Ja, echt alles is chocolate. Dus mocht je echt enorm fan zijn van chocola, dan moet je deze ijstaart voor los echt een keer proberen. Afgelopen vrijdag heb je hem kunnen zien bij de keuken in met Willentien op ons kanaal. En dan het eeuwige dilemma. Wat trek ik vandaag aan voor de video? Ach, waarom zou ik eigenlijk moeilijk doen? Ik had dit al aan eigenlijk. En ik dacht misschien ook voor de video wat anders. Maar 10, niet te moeilijk. Snel een make-upje weer erop. En mijn haren vinden een knot. Ik weet niet, mijn haar wil de laatste tijd niet zitten. Ik heb het gevoel dat de lok die Sue geknipt had laatst, dat het eigenlijk net wat... Ja, wat is het? Te kort is voor echt een lok en te lang voor een pony. Op een of andere manier krijg ik hem ook niet zo mooi zoals zij dat had. Soms heb je dat gewoon. Ik denk dat mijn haar even net wat langer moet groeien, zodat mijn lok er weer bij komt.
Ik vond de pony trouwens hartstikke leuk hoor. Wie weet neem ik die ook wel weer. Ligt er maar net aan waar ik zin in heb. En met dit kapsel zag ik heel raar. Dan wil ik het juiste model brengen. En het lijkt wel hoe meer ik probeer te stylen, hoe rotter dat het gaat zitten ofzo. Ik gebruik nu trouwens de Lyco Gel. Dat is een soort van ja, gezondere foundation zou je kunnen zeggen. Het verstikt je huid niet zo. En ik ben wel redelijk enthousiast. Ik heb tint 1. Je hebt alleen niet heel veel verschillende tinten. Dat is dan weer een beetje jammer. Ik geloof wel dat ze daar verandering in gaan brengen. Nou, een klein beetje concealer op. Mascara, hoppakee. En dan gaan we met die banaan. Ingrediënten voor ijstaart. Tassie mee. Telefoon mee, sleutels. En Noah. Noah, waar ben je dan? Hartje cadeautje. Hartje cadeautje. Hallo, ga je ook mijn fietsen? Ik ben bij Wil en die is zich aan het verbazen over of dit het goede statief is, want hij is nog groter dan dat ze zelf is. Nee, dat is het niet. En Noah. Ik krijg het ding er niet meer op. Hé, maar dit... Ja, oh, nu opeens wel. Goeie maand, hoor. Hallo, maandag. En ondanks de regen op mijn koppie tijdens het fietsen, zie ik er nog redelijk aardig uit. Even mijn haarband in. En dan gaan we de ijstaart filmen. Oh, ik hoop dat er nog een Mars ijscream overblijft. En jij zelf. En jij zelf ook zeggen. En ik wil. Ja, ik en jij wil. Ook nu op. Ja, hè? Ik heb expres ook iets meer chocolate chip cookies gekocht. Ah! Willen ze de jongens ophalen? En dat betekent dat wij ook naar huis moeten. Hè? Want jij kan niet zo goed met kinderen. Ja, behalve met Mike tegenwoordig dan. Dus wij gaan lekker naar huis, want ik rond er altijd nog even de laatste dingetjes af. En ja. Kindertjes liggen inmiddels in bed. Ik heb net een vragenrondje gedaan op Instagram. En ik moet zeggen, ik ben altijd heel erg blij als ik dan merk dat heel veel dingen nou, mensen raken. Maar ook dat heel veel mensen zeg maar het herkennen. Daar word ik zelf altijd heel blij van. Ik zei namelijk op Instagram dat ik het gewoon wel zware tijden vind. Gewoon laatst. In mijn vorige week vlog zei ik ook altijd tegen jullie, ik ben gewoon heel erg moe de laatste tijd. En dat heeft eigenlijk gewoon te maken met denk ik van alles. Gewoon dingen die er toch ingehakt hebben. En waar je dan eigenlijk niet zo bij stil hebt staan. En ik zei ook van, ik vind het de tijden nu op dit moment gewoon in de wereld. Hoe het eraan toe gaat allemaal. Ja, en ik kijk niet eens gewoon het nieuws, hè, wat jullie ook inmiddels al weten, maar ik dat volgens mij ook in de vlog heb gezegd. Ik kijk niet eens vaak het nieuws, gewoon heel af en toe hoor ik wel eens wat, maar meestal via Jorik. Ik kijk het niet eens en nog voel ik gewoon alle stress en angst gewoon over... Oh, alles. Nou, zo moe ben ik dus, maar ik voel gewoon echt ook al die stress en angst ook van andere mensen. Het is niet eens alleen maar van mij. Maar gewoon, het zijn gewoon roerige tijden. Het is gewoon echt, er gebeurt van alles en nog wat in de wereld. En ook zelfs zonder het nieuws te kijken, ben ik gewoon op de hoogte. Dus kun je nagaan hoe, nou ja, hè, dat, je hoort echt wel wat je moet horen, zeg maar. Ook als je het nieuws niet kijkt. Maar man, ik vind het heftig allemaal best wel. Dus, nou goed, ik heb net een aantal DM's ook beantwoord van mensen. En ik ben blij dat heel veel mensen het ook heel erg herkennen en hetzelfde hebben. Dan voel je je in ieder geval niet helemaal gek. Dus mocht je ook hetzelfde ervaren dat je de laatste tijd gewoon heel moe bent. Gewoon heel veel stress ervaart en misschien angst. En misschien dat je ook gewoon het gevoel, want het is niet alleen maar van mij, maar gewoon ook onzekerheid. Ja, weet je, dan is dat ook gewoon heel normaal. En heel veel mensen hebben het blijkbaar. Dus ik ben wel blij dat ik het uitgesproken had. Want het zit je wel dwars als je niet lekker in je vel zit. En ik denk ook gewoon van, goh, ja, maar ik ben verder gewoon wel gelukkig, weet je wel. Dan ga je dat soort dingen toch echt afvragen. Maar dan denk ik, nee, ja, volgens mij heeft het daar niks mee te maken. Want ik ben in principe over het algemeen als mens zijnde wel gewoon gelukkig. Alleen, ik vind inderdaad de wereld waar we nu op dit moment echt in leven. Dat had ik nooit verwacht. Vind ik echt wel dat ik denk, zo, ja, poeh. Dat is wel wat of zo. En ik hoop wel gewoon echt... Kijk, je moet altijd eerst door een diep dal heen voordat het beter wordt, zeggen ze. En ik hoop een beetje dat het hier ook zo is. Dat we gewoon even misschien hebben we gewoon wel pittige jaren nu gewoon voor de boeg. Maar hopelijk wordt het daarna ook gewoon weer zonnig, weet je wel. Ja, weet je, en dat is ook vaak zo. Hè? Zo gaat het in het leven heel vaak dat je door diepe dalen moet. En dan komt er weer een lichtpuntje en dan gaat het weer wat minder. Weet je, dat is net als gewoon de zon en de maan, eb en vloed en... Ik vertrouw er eigenlijk gewoon op dat het hier ook zo mee is. Althans, dat hoop ik gewoon heel erg. Nou, nu even wat luchtigs. Ik heb een yoga-app gedownload, je lach je rot. Ik wilde eigenlijk al bezig gaan met wat meer fit worden. Net voordat ik zwanger bleek van Zoe. En ik heb altijd, als ik zwanger ben, dan vind ik het gewoon niet fijn om te sporten. Dan vind ik het wel fijn om te bewegen, maar gewoon lichte bewegingen. Weet je wel, gewoon zoals wandelen en zo. Maar goed, ergens baalde ik wel een beetje. Want ik wilde eigenlijk wel weer gaan sporten. Dus wat heb ik nou gedaan? Ja, je gaat je rot lachen. Ik heb zo'n yoga app gekocht. Ik heb me nu echt al volgens mij 4 weken. Ik heb nog geen 1 workout gedaan. Zo goed gaat het. Maar ik heb nu zoiets van, weet je, ik moet volgens mij, als ik gewoon wat meer wil bewegen, dan moet ik dat gewoon s'avonds gaan doen als de kinderen op bed liggen. En dan moet ik het mezelf ook niet zo
moeilijk maken. Als in, ik ben dan echt zo iemand, wil ik ook gelijk meteen een uren dik gaan zitten knallen. Maar ik denk, weet je, hier in de buurt waar ik woon is echt geen hol te beleven wat betreft sportlessen en zo. Dat is echt niet meer zo leuk als vroeger. Vandaar deze app, wat heb ik? Ik weet niet hoe die heet. Hoe heet die app? Yoga Go of zo heet het. Anyway, heb ik een soort abonnementje erop genomen. En ik heb nu gewoon gezegd, ja, 10, je moet het maar gewoon gaan doen. En het gaat mij trouwens absoluut niet om afvallen, hoor. Het gaat me echt om het fit te worden. Want mijn conditie, dat vind ik echt zonde. Ik had vroeger wel echt goede conditie. En na mijn zwangerschappen heb ik het sporten eigenlijk ook nooit echt meer opgepakt. Dus nou ja, ik ga dit maar proberen. Ik denk dat het gewoon echt dik 3 jaar geleden is dat ik echt, echt gesport heb. Ik denk als ik gewoon zo blijf kijken, word ik vast de COVID. Oké, wacht, ik moet eerst even kijken voordat ik snap wat ik moet doen, hoor. Inhale, exhale. Zo, dat voel je wel, jeetje. On the inhale, bend the right knee and press it to yourself. On the exhale, step back with your right foot and stretch your arms up. Inhale, left leg. Exhale. Mijn vormen zijn niet zo mooi, jongens. Oh, ja. Oké, top. 31 kilocalorieën. Nou, hè? Nou, ik moet zeggen, het lijkt peanuts. Maar ik ben echt een beginner. En ik heb er nu 7 minuten dit gedaan. En ik voel mijn armen, jongen. Ook al dacht ik echt net van, jeetje, wat een workout, joh. Daar gaat echt nergens over. Je voelt hem dus wel. Dus dit zijn vooral zijn korte workouts. Maar de intensiteit is toch wat meer dan ik... Ik dacht, dat voel ik nu eigenlijk nu ik pas klaar ben. Morning, ik ben helemaal bezweet van het fietsen. Ik moet volgens mij mijn banden oppompen, dat ding fiets zo idioot zwaar. Ik ben bij Will, zo meteen hebben we een Zoom meeting. En dat gaat over ons nieuwe project. Eigenlijk waar het lekker zoals iedereen altijd zegt, nog niks helemaal gaat zeggen. Maar dat komt omdat we even eerst goed in beeld willen hebben van... het moet eerst maar even staan. Willemijn en ik zijn toch altijd snel dat we iets gaan roepen. Voordat dat soms nog helemaal staat. Dat gaan we niet meer doen. Hè? We gaan eerst nu even... Ik heb een slik meer mijn eigen kwijt. Dus dat is allemaal nog echt in de pijpleiding. Maar goed, je moet toch vertellen op een vlog wat je aan het doen bent. Dus bij deze dat ik het dan daarom toch maar zeg. Want anders denk ik, ja, dan zitten we heel dag in een meeting. En dan denk je, wat een godsnaam zijn die mensen aan het doen. Maar wat voor werk doen jullie eigenlijk? Wat doen jullie nou? Dat is, ik zat er vanochtend nog over na te denken. Ja. Zeg maar, voor de kijkers, voor de volgers is... Content maken ons werk. Maar eigenlijk maken we juist de leuke content in onze vrije tijd buiten de werkdagen om. Want buiten de werkdagen om is wat je in je leven doet. En ja, op de werkdagen werken we alleen maar aan. Ja. Onze bedrijven zijn we aan het editen. Ja. Onze werkdagen filmen zijn altijd echt heel saai. Onze werkdagen zijn best boring inderdaad. Ja. Dus hebben we vandaag op 12 die ijsstaart dan. Als we een video opnemen extra, dat is dan wel echt wat meer voor de fun creatie. Ja, maar ik bedoel in de vlog, zeg maar laten zien. Oké, goed verhaal dit wil. Ik merk altijd als ik mijn vlogs edit, dan zeg ik op maandag en dinsdag en woensdag en vrijdag. Ja, we hebben de hele dag gewerkt. En dan maak je geen vlogcontent. Nee, zeg maar. Je maakt dan leuke content, zoals die ijstaart. Maar ik snap jou wel. Ik weet niet of jullie het snappen, maar ik snap jou wel. In ieder geval, we gaan nu de meeting in. Ja, we moeten nu de meeting in. Yes. Oh, de ijstaart. Ja, leuk. Ja, ik ben er. En dan doe jij het denk ik. Ja, wat leuke close-upjes. Er zit dus een hele volgorde aan het filmen van zo'n taart, zeg maar. Dus nu moeten we eerst een puntje eraf halen, maar hij is nogal hard, want hij is natuurlijk uit de vriezer. Dus ja. Tijd voor de volgende meeting. Yes. Wat gaan we erover zeggen? Oh ja, had je al wat over gezegd? Nou, dat is... Ja, we gaan zitten vandaag van meeting. Meeting, meeting. Niet verdomme, maar we gaan op Jelle passen en dan moet je dat zo weer bij de meiding. Oh man, Het gaat wel heel te snel. Will is even met Jurre naar school, die hebben een gesprekje geloof ik. Zo'n standaard gesprekje. Ach man, er komt ooit een tijd dat ik al dat soort dingen ga snappen omdat mij toen ook naar de basisschool ga. Ik ben nu echt nog zo'n crashmama, geen basisschoolmoeder. Maar leuk, Jelle is hier dus, ik pas even op Jelle. En een vriendje meegenomen, dus dat is echt wel grappig. Echt een heel ander tijdperk is dat. Dus ik pas hier eventjes op totdat ze terugkomen en dan gaan Will en ik weer verder aan het werk. Harry gelijk hier, jongen. Ik ga eventjes voor hun even een appeltje schillen en eventjes wat, wat sap inschenken. Het was een productieve werkdag voor Willemijn, maar altijd als je zo'n project... Nou ja, het begint is niet helemaal waar. We zijn er al een jaar mee bezig. Echt, het is denk ik iets waar we echt heel lang onze mond over hebben gehouden. Maar het krijgt wel steeds meer vorm. Als het echt vorm heeft gekregen, vertellen we jullie er meer over. Maar het is wel belangrijk om te benoemen dat we dus inderdaad met iets bezig zijn. Echt al de hele tijd.
Pas als het echt helemaal staat, gaan we jullie er meer over vertellen in plaats van dat het eruit blappen. Maar goed, ik ben net thuis en mijn hoofd stroomt echt over van alle dingen die we moeten doen. Omdat de lancering zeg maar toch over een paar maanden is. Dat klinkt er nog heel ver en dat is het ook, maar voor je het weet is het al zover. Dus zo heb ik ook denk, oh my god, er is nog echt een shitload aan werk te doen en echt zo weinig tijd. Anyway, even vloggen hoe het hier vanavond ging. Ik heb boodschappen gedaan nog even snel. En ik kwam thuis en Jor had de kids opgehaald en die moet nu weer weg. Dat heb je dus als je gewoon alle twee ondernemer bent en flexibel werk hebt. Die werd ineens weggeroepen, dus die moet nu ook echt weg. En daar heb ik altijd een beetje een hekel aan. Zeg maar op zich, het gaat prima hoor, maar het is altijd dat ik dan wel denk, oh fuck. Weet je wel, je stelt je erop in dat je dan samen even de avondroutine kan doen en ineens verwisselt dat dan. En prima hoor. Maar het is wel echt even dat ik altijd even moet schakelen, weet je wel. Dan denk ik, oké, dan moet ik nu echt even... ik denk als je in je eentje bent, gok ik een beetje dat je het veel strakker doet. Gewoon tak, tak, tak. Weet je, want dat is dan ook nodig. En anders kun je nog een beetje wat meer laten loslaten van mijn gevoel. Hè? Dan kun je denken, oh nou, pff, maar ik ga toch altijd later naar bed of zo. En nu denk ik meer van, ja huppakee, nu moet ik veel meer dingen echt tegelijk gaan regelen. Oh, dit mag ook wel weer in de was. Verschrikkelijk zeg. Zit je weer lekker te vreten? Zit je weer lekker te vreten? Oh, en dat hele doorslapen, dat is ook een grote utopie hè, Zoe. Dat was de vorige week, vlog, was dat nog zo? Maar nu ineens kom je weer twee keer per nacht. Daarom ga ik me nooit meer spreken over doorslapen. Want je jinxt het blijkbaar gewoon. Wat zou er nu komen? Huh? Hebben we nog een leuk liedje? Ja. Misschien wel van de leeuwkoning. Huh? Misschien wel van de leeuwkoning. Huh? Het is de kringloop die ons allen voortbeweegt. In ons kort bestaan zijn wij op zoek. Totdat wij onze plek hebben kunnen vinden in de kringloop van leven op aarde. Ik hoor een leeuw. De leeuwenkoning? En dan moeten we er afstand drie heen zoeken. Leeuwenkoning. Ik had nog helemaal niks gevlogd vandaag. Het was echt zo rete druk, jongens. Ik heb het echt gewoon druk. Hallo, lig je lekker op de vloer? Ja? Ga je al bijna kruipen? Echt? Ja, echt? Ik wil er ook graag bij zijn. Anyway, vanmorgen eventjes met Jor nog naar wat showtuinen wezen kijken. Samen met onze hovenier. Om even een beetje weer een beeld te krijgen hoe en wat. Ah. Ja, mama is een beetje moe. Want jullie hebben mij maar 3 uur laten slapen. Gesprokkeld vannacht ook nog eens. Dus dat was nogal wat, hè? Want jij zit volgens mij een beetje in een sprong. Nou, anyway, ik ga vandaag niet zo heel veel meer doen. Ik krijg zo meteen nog visite. En ik heb getracht op te ruimen, maar het heeft heel weinig zin met een peuter. Toevallig is Jor nu even met Mike even weg. Dus dat scheelt al qua rust even een heleboel. Hè? Ja, dat gaat doen baby's nog niet zoveel, hè? Dat gaat keer beter niet gaan kruipen. Het is wel lekker, lekker rustig. Morgen komt Renate ook logeren met Jim. Dus dan... moet ik er ook nog een aantal dingen voor doen. Moet volgens mij het reisbedje nog bij Willemijn vandaan halen. En dat soort dingen. Moet er nog boodschappen gedaan worden. Ik moet deze vlog nog editen. Want ik heb dus eigenlijk vakantie. Semi-vakantie zal ik maar zeggen. Nee, ik ga wel echt proberen ook wat minder actief te zijn op social media. Dus als je denkt, goh, wat is er met 10? Er is niks aan de hand, maar ik ben gewoon even vrij. Dus als je denkt, deze reageert niet of ze post niks, dan is dat het. Ga je nou aan de tafel zitten likken? Blah, ze hebben in die fase aanbeland. Oh, wat ben je toch een moppie. Wat ben je toch een moffie, hè? Ja. Ja. Jij maakt allemaal van die leuke geluidjes, hè? Ja. Oh, dan moeten we hem even weghalen, Zoe. Ah. Ja, dat ging al een klein beetje. Ja, 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 ja. 1, 2. Nee. Ja, doe maar. Ja, je kan het. Ik geloof in jou. 1, 2. Och, oh. Oh, oh, oh. Het is toch allemaal moeilijk, hè, mama? Goed zo, ja. Goed zo, meid. Nou, lieve schatten, jullie allemaal een hele fijne week gewenst. En ik zie jullie over 2 weken weer. Doei, doeg. Dankjewel voor het kijken.